Ik ben hier vandaag in de Langstraat in een pop-up store van de kunstgroep Wassenaar. Hier exposeren de kunstenaars en verkopen ze hun werk. Plaatselijke en ook landelijke kunstenaars hebben hier hun werk tentoongesteld. Een van de werken die hier ook te zien zijn, is van een kleinkind van een van de kunstenaars. Er is keus voor iedereen. Er zijn sieraden, er zijn beeldhouwwerken, er zijn schilderijen. Kom gewoon naar de Langstraat 43 om het eens te bekijken. Daisy Kimman van de kunstgroep Wassenaar. Jullie hebben hier een pop-up store om alle kunst van alle deelnemende kunstenaars aan de man te brengen. Hoe is die allemaal tot stand gekomen? Kunstgroep Wassenaar exposeert 10 keer per jaar met een grote tentoonstelling van leden. Dat is vaak van 1 of 2 leden, dus dat is weinig werk, maar wel veel werk van 1 deelnemer. En we wilden eigenlijk een expositie organiseren waarin we klein werk tentoonstellen met een wat kleinere prijs ook. En waarin veel meer leden iets kunnen exposeren. En de decembermaand is daar heel geschikt voor, dat is de feestmaand. Dan wil je ook graag eens iets cadeau kopen, iets bijzonders cadeau kopen, iets unieks. En dat kan in deze pop-up galerie. We doen het voor de 4e keer, dus we hebben het eerder in de mode gedaan, 2 keer. En we hebben het vorig jaar in een ander winkelpand gedaan, hier verderop in de straat. Kun je een beetje vertellen wat voor soort werk men hier kan verwachten? We hebben dus een enorme diversiteit en ik sta hier voor een paneel, dus ik kan wel iets laten zien. Heel veel 2D werk in allerlei vormen, acryl, olieverf, foto's, maar we hebben ook kettingen. Dit is ook acryl, tekeningen. Dit is dus het 2D werk. In het 3D werk hebben we bronzen, keramisch werk, sieraden. Ja, eigenlijk van alles. Glas is vertegenwoordigd, juthout is vertegenwoordigd. Ja, eigenlijk alle technieken die je zou kunnen bedenken, waar je kunst van kunt maken, die zijn toegepast om hier dingen te tentoonstellen. Je bent zelf ook kunstenaar. Wat is de achterliggende gedachte als jij kunst maakt? De achterliggende gedachte voor mij is dat ik, voor mij is altijd het thema huis leidend. In wat ik maak en zoveel mogelijk met gebruikt materiaal, of materiaal wat er al is, en dat zo sober mogelijk toepassen en zo strak mogelijk toepassen zonder dat het het leven verliest. En ik gebruik dus altijd het thema huis. Nou, toevallig hangt er hier een van mij, dus die kan ik je laten zien. Deze heet Doorlopend. Nou, dit is een heel abstract werkje van oud materiaal en het enige wat ik heb gedaan is er een laagje verf overheen. Maar ik hou dus van een bepaalde soberheid in wat ik maak. Waar kunnen de mensen deze pop-up galerie vinden en tot wanneer exposeren jullie hier en verkopen jullie de kunstwerken? We zitten in Wassenaar in de Langstraat, de winkelstraat van Wassenaar, vlakbij het horecaplein. En we zijn hier tot en met 24 december, elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5. De galerie wordt bemand door de kunstenaars zelf, dus wij draaien allemaal een dienst. En het werk is tot €300. Deze vogels zijn van jou. Hoe kwam je op het idee om zoveel vogels te maken? Hier staan 90 vogels. En ik denk dat de kracht van deze kleine beeldjes is de hoeveelheid. En dat was de reden dat ik er zoveel heb gemaakt. En dat is naar aanleiding van een documentaire. Die documentaire heet Migratie. Nou, hoe actueel is dat me? En het zijn Javaanse mina's. Een zangvogeltje, een heel parmantig zangvogeltje uit Java, wat heel mooi kan zingen. Ze werden dus meegenomen in kooitjes om te zingen en ze zijn daar verwilderd, elders. Ze zijn nu verwilderd, maar er zijn er zoveel en ze kunnen dus ook geluiden imiteren. Dus in Singapore bijvoorbeeld, daar imiteren ze op bouwplaatsen, drillboren en zo. Dus de mensen zijn ze nu aan het afschieten. Enfin, het fascineerde mij omdat het zo'n parmantig vogeltje is. En de hoeveelheid, ik heb ze gemaakt voor een tentoonstelling, maar door COVID zijn die tentoonstellingen allemaal geschrapt. Dus ik vond het wel heel eervol dat ik hier deze plek mag innemen met de hele groep.
De andere etalage aan de andere kant, dat is een etalage die we iedere dag wisselen. Dus een van onze leden die zorgt ervoor dat er 2D en 3D werk iedere dag gewisseld worden, zodat er wel iedere dag iets anders te zien is.